De Cosmas en Damianuskerk in Groesbeek was donderdag een schouwplaats tegen de regen, maar mensen konden er ook een kaarsje aansteken om mooie en veel minder mooie redenen. Voor iemand speciaals? Voor mijn vrouw, die was er graag bij geweest, maar die is ziek geworden. En ja, ik mis haar erg. Dus ik hoop dat ze gauw weer beter is. De buren passen op haar. Die komen een paar keer per dag kijken of alles goed gaat en we bellen, maar ze konden helaas niet bij zijn en nogmaals, ik mis haar. En dat raakt me. Wat is de reden voor u om nu een kaarsje op te steken? Op dit moment had ik een heel goede reden. De reden omdat ik net de eerste dag dat het afgelast was, toevallig opa ben geworden. Mijn vierde kleindochter mee. Hartstikke mooi. Heel toevallig. Ja. En daarvoor heeft u een kaarsje opgestoken? Ook zeker daarvoor, ja. Ja. Ik heb het ook in de app gezet, net dus voor mijn dochter en voor mee, mijn kleindochter. Ja. En in de kerk werden ook blaren geprikt. Gezien het natte weer hadden medewerkers het daar druk mee. Hoeveel blaren heb je al? Sorry? Hoeveel blaren heb je al? Twee. Het valt mee. En hoeveel ga je lopen? Hoeveel kilometer loop je? 40. Ja. Rijd je toch wel? Ja hoor, met de pleisters zit het prima, dus geen probleem.